starters gevallen. Het begint met een galoppaarde voor Inflation en Inflation valt daardoor wat terug. Duel om de leiding wordt gewonnen door Loptomis. Loptomis gaat voorbij aan Lexia Boko en zo gaan ze op weg naar de eerste bocht. Inflation inmiddels weer gezet. Nummer 5 galop. Maar net te laat en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen van een deelnemer die je niet meteen aan kop verwacht. Loptomis en die wordt dan ook afgelost aan kop door Lokren F. Boko. Daarachter ligt Lexia Boko en aan de buitenkant gaat al naar voren Jade Beukenswijk. Nee, is niet Jade Beukenswijk, dat is Lumière. Jade Beukenswijk ligt aan de staart van het veld. Heeft nog een deelnemer voor zich, dat is Dream Burgerrijder, hadden we ook nog niet genoemd. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door, komt de eerste tussentijd op de klokken. En die luidt 1:12:09. Lokren F. Boko in 1:12:09, dus de eerste 500 meter door. Daar komt Lumière aan de buitenkant nu schuin naast. Wil de leiding eigenlijk ook wel overnemen. Daarachter aan de relingzijde ligt Loptomis, dan Lexia Boko. Nu gaat ook Jade Beukenswijk uit de staart van het veld naar voren. Gaat voorbij aan Godrich en daarachter ligt Dream Burgerrijder en ook die gaat naar het tweede spoor. Wordt even gesproken door de heren vooraan. Jaap van Rijn aan de binnenkant, Vin Verkijk aan de buitenzijde. En hoe dat gaat aflopen gaan we zien, want de paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. En het lijkt een soort status quo. Niemand gaat op dit moment harder of langzamer. Ze blijven precies naast elkaar liggen. Aan de binnenkant blijft het Lokren F. Boko, aan de buitenkant Lumière. Tempo is er helemaal uit. Tussentijd 19-8 jaar. De Beukenswijk ligt er ineens heel mooi in. Ligt 4 aan de buitenkant. De binnenkant daarnaast ligt Loptomis. Ook Dream Burgerrijder in het tweede spoor ligt naast Lexia Boko. Daarachter is ook Godrich naar het tweede spoor gegaan en daarachter is ze aangesloten, de uitgeschakelde Inflation. Zo gaan de paarden de Z-turfbocht in. En het is nog altijd een lengtevoorsprong voor Lokren F. Boko. Lokren F. Boko Lumière in een wandeltempo. Daarachter ligt Loptomis. Daarachter Jade Beukenswijk. Frans van der Bonk moet dit wel heel prettig vinden. Zo'n koersverloop heeft hij zelden gehad met Jade Beukenswijk. Daarachter aan de relingzijde Lexia Boko. Dream Burgerrijder er ook bij. Die ging de vorige keer binnendoor. Nu moet hij buitenom. Godrich ligt ook in het tweede spoor. Tussen 20-4. Tussenkilometer dus van 20, daar gingen de proppen eruit bij Lumière. En nu gaat het ineens hard en daar komt ook Godrich 3 dik aan. Nu gaat het hele veld in elkaar schuiven en ze gaan de laatste bocht in. En ineens is de koploper ook weg. Lokren F. Boko versnelt. Lokren F. Boko verrast daarmee Lumière. Ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Ja, de Beukenswijk gaat buitenom. Binnendoor komt Loptomis. En daarachter nog 3 paarden op 1 lijn. En zo komen we in de laatste rechte lijn. Maar Lokren F. Boko heeft een gaatje geslagen. Lokren F. Boko, daar komt aan de buitenkant Lumière. Daar komt ook heel hard aan de buitenkant. Ja, de Beukenswijk. Schakel de bal. 1-1 galop. Ja, de Beukenswijk aan de buitenkant probeert het bij Lokren F. Boko. Lokren F. Boko aan de binnenkant. Ja, de Beukenswijk aan de buitenkant. Je zou het Ja, de Beukenswijk een keertje gunnen. Nou, het is niet alleen gunnen. Hij wint hem ook. Ja, de Beukenswijk. Dream Burgerrijder tweede. Lokren F. Boko derde. 16-6 voor de winnaar.